Wil jij weten hoe je jouw bonsaiboom het beste kunt verzorgen en hoe jij je bonsaiboom moet snoeien en waar je op moet letten en hoe je ervoor kunt zorgen dat hij optimaal groeit? Ja, dan heb ik goed nieuws voor jou, want ik heb een website ontdekt en daar vind je alles over het verzorgen van je bonsaiboom. En ja, het is gewoon leuk om het op een goede manier te doen. Want zo'n boompje, dat gaat, ja, dat kan wel 150 jaar oud worden. Dus je hebt er niet alleen zelf wat aan, maar ook je nabestaanden hebben er wat aan. En ja, moet je nu een dure of een goedkope boom kopen? Het kan eigenlijk al met een goedkope boom. Want het is gewoon de manier hoe jij hem verzorgt en hoe jij alles doet. Dat zorgt ervoor dat jouw boom er goed uitziet. Dus ben jij benieuwd geworden hoe jij zelf je eigen bonsaiboom kunt verzorgen en waar je op moet letten? Klik dan op de link onder deze video en dan kom je direct op de website waar het hier over gaat. Klik nu op de link onder deze video.